Nou, volgende onderdeeltje. Ook weer heel fijn, denk ik. Ik heb er zin in. Koen de Jong. Ik heb gelezen dat Koen een boek heeft gelezen. Van Santander naar Santander. Ja. En dat heeft je leven veranderd. Of in ieder geval heeft je carrière een switch gegeven. Ja. Want je wilde ineens sport en schrijven. Ja. Toch? Nou, uiteindelijk ben je allerlei interessante mensen tegengekomen. Stans van der Poel over inspanningsfysiologie. Ja. Aard Vierhouten, Wim Hof. Nou, veel mensen kennen je denk ik hier vooral van Wim Hof. Weet ik niet zeker, maar ik denk het wel van het boekje. En vandaag ga je ons van alles vertellen over, ik denk een factor die wat in mijn beleving misschien wel de meest sociaal geaccepteerde verslaving binnen leefstijlproblematiek is. Denk ik zo. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. We gaan naar je luisteren. Koen de Jong, daar komt-ie. Dankjewel. Ja, wie was er ook bij Laura Huibert? Hier in het zaaltje dus de spreekster voor mij. Wist heel veel over slaap en licht. En van haar hebben we geleerd dat de verlichting in deze ruimte echt niet goed is. Dus als je nou straks bijna in slaap valt, dan ligt dat niet aan mijn verhaal, maar dan ligt dat aan de verlichting. Hier heb ik net gehoord. En het lunchje. Maar het is zo dat 12 oktober 2019, hele bijzondere dag. Hele bijzondere dag. Want ik weet niet wie van jullie geïnteresseerd is in hardlopen. Maar Eliud Kipchoge heeft vanochtend de marathon gelopen in 1 uur 59 minuten en 40 seconden. Het is hem gelukt. Dus het is zo dat, nou ja, wat hij zegt is, no human is limited. En nou ja, dat mantra van hem, van hard werken, discipline, bescheidenheid, heeft hem gebracht met een droom om die marathon onder de 2 uur te lopen. En dat is vanochtend gelukt. Dus ik denk dat in het rijtje van de eerste mens op de maan, de eerste mens in een vliegmachine, de eerste mens in een zeilboot de wereld rond, dat 12 oktober 2019 in sportminnende mensen echt gegrift zal raken als de dag dat de marathon onder 2 uur gelopen wordt. En zoals dat vaak gaat, als eenmaal één iemand dat heeft gedaan, waarschijnlijk binnen een half jaar is het een nieuwe norm. En zijn er 3, 4, 5 mensen geweest al die dat onder de 2 uur lopen. Want zo werkt dat in hoofden. En wat hij doet is natuurlijk veel trainen. En ik heb zelf veel getraind als wielrenner. Ben aan de gang gegaan met ademhaling, ademhalingsoefeningen. Om een prestatie te verbeteren. En met ademhaling deed ik al ongelooflijk veel. Je kunt met verschillende ademhalingstechnieken zulke bijzondere en mooie dingen doen. Niet alleen je sportprestatie verbeteren. Maar ook ontspannen op momenten dat het je uitkomt. Je focus vergroten. Je lijf leren kennen. En op een dag kreeg ik van een vriend van mij een filmpje. Van Wim Hof. En bij dat filmpje stuurde die vriend van mij een bericht. Joh, jij met die ademhaling van je. Dit vind je vast interessante kost. En toen stuurde hij een filmpje door van Wim Hof. En in de eerste plaats zag ik hem alleen maar in ijswater zitten, in een bak zitten met ijsklontjes. Maar op een gegeven moment zag ik ook welke ademhalingsoefening hij deed. En dat zag er ongeveer als volgt uit. Dus mijn eerste reactie was, die man weet niet wat hij doet. Dit slaat nergens op. Ik had boeken volgeschreven over ademhaling, waarbij we heel erg benadrukken. Joh, zorg dat die uitademing wat langer is dan die inademing. Hele boeken volgeschreven over het belang van meer koolzuur in je bloed. En dat je dat kunt bewerkstelligen door juist niet te diep te ademen. Door te pauzeren na die uitademing. Door daar rust in te bewaren. Dus ik dacht, joh, Wim Hof weet echt niet waar hij het over hebt. Dit kan niet goed zijn. Maar ik zag allemaal filmpjes van mensen met stralende pretoogjes en een grote grijns. Van joh, dit is geweldig en dit voelt goed en dit is bijzonder. Dus ik was nieuwsgierig wat daar dan achter zat. Dus ik maakte een afspraak met Wim Hof. Inmiddels is dat niet zo makkelijk meer, maar toen was het gewoon een mailtje. En 2 dagen later kon je met hem gaan zitten. En ik dacht, ik ben nieuwsgierig naar die ademhaling. En wat hij doet en waarom hij dat op die manier doet.
Maar al na 2-3 minuten zei hij, je douche jij koud? Ik zeg nee. Hij zegt, ga je in de winter winterzwemmen? Ik zeg nee. Hij zegt, joh, dat moet je doen. En hij komt met allemaal voorbeelden van mensen met reuma, van topsporters, van mensen met klachten, die met die koude training aan de gang gingen en die daar ongelooflijk veel aan gehad hebben. Dus ik vroeg aan Wim, ik zeg, joh Wim, zit jij daarom altijd in die bakken met ijsklontjes? Hij zegt, ja. Ik zeg, joh, weet je dat ik dat echt niet door had? Ik dacht serieus dat hij alleen maar die extreme dingen deed met die kou, met dat ijs. Om te laten zien van, joh, kijk eens wat ik kan. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik had echt niet door dat daar een boodschap achter zat. Een pleidooi voor de herwaardering van kou. En dat die mensen aanmoedigt om dat ook te doen. En misschien niet zo extreem als hij, maar dan toch beginnen met een koude douche. En wat er gebeurt op het moment dat je je lichaam blootstelt aan kou, nou dat is letterlijk vet cool. En ik hoop dat jullie om 3:05 net zo enthousiast zijn over kou als ik. Want hier zie je mij comfortabel in een wak zitten in Noord-Finland bij min 20 graden. En ik kan je beloven dat de eerste keer dat ik in een bak met ijsklontjes ging zitten, zag dat er niet zo uit. Want aangemoedigd door Wim Hof ontstond op een gegeven moment het idee om een boek te schrijven over de effecten van kou. En toen gingen we dat ook samen doen. En ik zal het nooit vergeten, de eerste keer dat ik in een ijsbad stapte. We hadden ademhalingsoefeningen gedaan, we hadden warming-up gedaan. En we stonden daar met 16 man. Voor mij stonden 2 mensen. En die gingen dat ijsbad in en die gingen heel ontspannen erin zitten en die stapten eruit. Dus ik dacht, oh, dit is heel makkelijk. Ik stapte dat ijsbad in en ik had me ingesteld op kou. Maar ik had me niet ingesteld op pijn. En dat deed pijn, pijn, mijn voeten, mijn arm, alles deed pijn. Dus ik zat in dat bad. Dus Wim stond ernaast. Ben jij nou die man die dat boek over ademhaling geschreven heeft? Wat zit je nou te doen, man? Oh ja. Het lukte me in het begin niet om daar die rust in te vinden. En de tweede keer lukte het ook niet, maar de derde keer lukte het wel. En het moment dat het me lukte om compleet ontspannen en rustig door te ademen in dat ijswater, toen merkte ik daarna ook dat het niet een geinig trucje is van haha, kijk eens, ik kan dat. Maar dat dat echt iets losmaakt in mijn lijf, waar zoveel energie in zat, waar zoveel creativiteit in zat, waar zoveel fysiologische processen in zaten, waar ik een hoop lol van had, dat ik daar enthousiast mee verder ben gegaan. En Wim Hof, zijn naam is al een aantal keer genoemd, is natuurlijk echt in Nederland een zeer bekende man die eindeloos bezig is geweest met kou, met de effecten. En in Nederland is hij lang, werd hij nog wel gezien als een clown die gekke fratsen uithaalde en dingen kon die niemand anders kon. Maar de wetenschap is echt op hem gedoken. En je ziet dat we niet meer kunnen zeggen dat dit een rare clown is die een trucje kan, maar dat hij echt iets aanboort en echt een voorvechter is om mensen met die kou aan de gang te laten gaan. Wat zo'n enorme kracht is en zoveel impact heeft op levens, op mensenlevens. Dat je ziet dat de studieboeken in Amerika, die zijn al herschreven door wat hij doet met die ademhaling en die kou. En hij wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. En we zullen daar een stukje van toelichten vandaag. Want wat Wim Hof daar zelf over zegt, is heel simpel. Hij zegt gewoon, joh, kou is als een warme vriend. En de meeste mensen die met kou aan de gang gaan, die ervaren dat ook. Dat het echt iets is dat in april, mei, dat je mensen die hiermee aan het werk zijn, een beetje naar elkaar ziet kijken. Ja, jammer hè, dat, het wordt weer lente. Er zijn mensen die zelfs een vrieskist kopen en hem dan neerleggen, omdat ze die kou ook in die zomer door
wel willen blijven voelen, blijven ervaren. En wat gebeurt er nu op het moment dat je lichaam blootstelt aan kou? Hier staat zonde. En dat zonde, dat is als gevolg van de titel, je bent verslaafd aan 20 graden. Want dat is natuurlijk wat wij heel erg gewend zijn te doen. Als het winter wordt, we zetten thuis de verwarming aan. Als we gaan douchen, douchen we warm. Als we in de auto stappen, zetten we de verwarming aan. Als we naar iemand luisteren die wat over kou vertelt, zitten we in een comfortabele, warme ruimte. Dus de hele dag door zijn wij in ruimtes van 20 graden of warmer. En als wij in de winter even naar buiten gaan, zijn we geneigd om een muts op te doen, winterjas aan te doen, handschoenen aan te doen en ons te wapenen tegen die kou. Maar wat gebeurt er nu als je je niet wapent tegen de kou, maar als je lijf blootstelt aan kou? Nou, het is een onwijze aanjager voor een goede doorbloeding. En dat is wat je merkt als je in een ijsbad stapt en het doet pijn, dan voel je heel erg dat die vaten gaan vernauwen. En op het moment dat die vaten gaan vernauwen en je dat niet gewend bent, dan doet dat zeer. Op het moment dat je dan met focus en aandacht rustig doorademt en die vaten openen zich weer, dan is dat eigenlijk krachttraining voor je bloedvaten. En zie je dat daarmee die doorbloeding enorm op gang komt. En het mooie is ook dat je dit meteen ervaart. Of dit aan de hand is of niet. Want op het moment dat dit niet goed werkt, nog, en je stapt onder een koude douche vandaan, of je stapt uit een ijsbad, dan ben je spierwit en dan heb je het heel erg koud. Op het moment dat die doorbloeding als een malle voor je is gaan werken en je stapt een ijsbad uit, dan ben je vuurrood en dan slaat de damp van je lijf af. Nou, behalve die doorbloeding zie je dat er met bruin vet iets interessants gebeurt op het moment dat je met koude training aan de gang gaat. Over bruin vet kom ik zo uitgebreid te spreken. Nou, bij auto-immuunziekte doet het veel. Bij elke ziekte eigenlijk waarbij een hoge ontstekingswaarde een prominente rol speelt, lijkt kou een heel effectief en krachtig middel. We gaan het ook nog hebben over het DNA. Wat gebeurt er op DNA-niveau als je zo effectief met je lijf aan de gang gaat met kou? En wat ik zelf een hele mooie en waardevolle vind. Wat gebeurt met ontspanning, met creativiteit, met die kou? Nou, eerst dat bruine vet. Dat bruine vet, dat is echt een interessant stuk. Want bruin vet, dat hebben wij als volwassenen in Nederland bijna niet meer op het moment dat wij niet meer blootgesteld worden aan kou. Bruin vet is iets, dat hebben we als kind nog wel gewoon van oudsher, want dat is een heel krachtig vet om ons lichaam op temperatuur te houden. Nou, op het moment dat wij nooit in de kou zijn, verliest dat bruine vet zijn functie. En op het moment dat dat bruine vet zijn functie verliest, dan zie je dat je het gewoon niet meer hebt. Op het moment dat je met kou aan de gang gaat, dan maakt je lichaam bruin vet aan. En waarom? Heel simpel. Op het moment dat jij je lichaam blootstelt aan kou, dan kan je lichaam 3 dingen doen om je te wapenen tegen die kou. 1 is niks, omdat dat lichaam merkt van, joh, ik heb genoeg wit vet om gewoon op temperatuur te blijven, dus ik hoef niks te doen. 2, je gaat rillen en trillen om de boel warm te houden. 3 is dat lichaam kan zeggen, joh, ik heb bruin vet nodig, want wat doet bruin vet? Bruin vet is een enorme aanjager om wit vet af te fakkelen en in te gaan zetten als warmtebron. Nou, deze kennis is natuurlijk goud waard voor ongelooflijk veel mensen die last hebben van overgewicht, die last hebben van diabetes, van mensen die weinig energie hebben. Want op het moment dat wij dat witte vet efficiënter in kunnen gaan zetten als brandstof, dan hebben we natuurlijk ongelooflijk veel plezier van. Waarom? Nou ja, we hebben daar veel van. Grofweg hebben we 2 brandstoffen. Vetten en glycogeen. Die glycogeen die zit opgeslagen in onze spieren, in onze lever. Voor hoe lang hebben wij dat glycogeen opgeslagen in onze spieren, in onze lever? Zoals we hier nu zitten. In tijd. Half uur? 2 minuten?
Nee, het is ongeveer een, als wij gezond zijn en we zijn geen topsporters, is dat ongeveer 1 uur 5 kwartier. Ik lieg dat we 2 brandstoffen hebben, vetten en glycogeen, want jij zegt 2 minuten. Je hebt er nog ATP en creatinefosfaat voor, dat bij elkaar is ongeveer 2 minuten. Dus die brandstof, die zit daarin. Omdat dat zo kort was, sloeg ik het over. Beetje oneerbiedig voor die ATP en creatinefosfaat. Maar dat glycogeen hebben wij ongeveer 1 uur 5 kwartier. Mensen met overgewicht, mensen met diabetes, ongeveer 3 kwartier. Zit je tegen een burn-out aan, ongeveer 1 half uur, 40 minuten. Topatleten die alleen maar sporten en slapen, die hebben dat opgerekt tot ongeveer 2 uur. Daarom is zo'n hele marathon lopen voor die types ook zo makkelijk. Want die kunnen gewoon 2 uur volle bak lopen op dat glycogeen. Als die voorraad op is na 2 uur, dan is er goed nieuws. Want dan zijn ze er ook, want dan zijn ze al 20 seconden binnen. Maar goed, dat vet, dat is als brandstof iets, daar hebben we veel meer van. In tijd, voor hoe lang hebben we nu vet als brandstof opgeslagen in ons, op ons lijf? Dagen? Weken? Maanden? Het is een hele makkelijke manier om erachter te komen en dat voor jezelf te toetsen. En dat is door vanaf vandaag te stoppen met eten, wel veel water te drinken en dan te kijken wanneer je overlijdt. Nou, zo lang. 3 maanden lijkt me wel heel lang. Ik weet dat er hongerstakers geweest en die hebben het 40, 50 dagen volgehouden. Maar het is in ieder geval een enorme brandstof. En toch zijn wij natuurlijk, en met voeding en met zitten en met dingen, heel erg geneigd om meer op dat glycogeen te doen, waardoor we gaan jojoen in energie. Nou, daar hebben we natuurlijk al meer over gehoord in relatie tot voeding en andere dingen. Maar dat bruine vet is daarbij echt een interessante component, omdat dat het voor ons lichaam veel makkelijker maakt om dat witte vet in te zetten als brandstof. En bruin vet train je maar op 1 manier vooralsnog, en dat is trainen met kou. En we weten dat dat bruin vet, de wetenschappelijke naam daarvoor is TAF, dat dit echt interessante kost is en dat hier veel in zit, blijkt uit het feit dat de farmaceutische industrie er vol op gedoken is en nu probeert om TAF in pilvorm te krijgen. Nou, je begrijpt dat wij daar natuurlijk niet heel erg enthousiast van worden, maar het is wel een aanmoediging om te zeggen, ja, als die farmaceuten hier echt wat in zien en miljarden gaan investeren om dit in een pilvorm te krijgen, dan weten wij hier met z'n allen wel dat een koude douche echt wel een goed idee is. Want op het moment dat we dan ons lijf dat zelf kunnen trainen en doen, gaan we kijken wat de verbanden zijn. Nou, de wetenschap is op die kou gedoken en dat is eigenlijk een beetje begonnen bij Cox en Pickers. En wat zij gedaan hebben is, Wim Hof zei op een gegeven moment, joh, ik kan mijn autonoom zenuwstelsel zelf beïnvloeden. En toen zei iedereen die het verstand van had van het lichaam, joh, dat kan helemaal niet. Het heet niet voor niets autonoom zenuwstelsel. En Wim zegt, maar ik kan dat. Met hoe ik getraind ben met mijn lijf. Met kennis van dat lijf. En wat ze toen wilden weten is of dat echt waar was. En hoe ze dat toen getoetst hebben is, ze hebben Wim Hof een stukje dood bacterie ingespoten. En iedereen die dat bacterie krijgt, een stukje dood bacterie, krijgt koorts, gaat rillen, heeft daar een fysieke reactie op. Wim kreeg dat ingespoten en die reageerde niet erop. Dus die werd niet koortsig, niet rillerig. Waarmee dus inderdaad aangetoond werd dat hij dus dat auto-immuunsysteem gehackt zou hebben, omdat dat lichaam daar niet op reageerde en alleen maar zijn adrenalineniveau wat omhoog bracht om het af te vloeien, maar verder geen ziekteverschijnselen had. Nou, dit vonden ze wel interessant,
Maar was geen doorbraak, want dan kan het nog zo zijn dat Wim gewoon de enige is die dat kan en die dat heeft. Wat de doorbraak was, was toen Wim met een groepje van 9 mannen. Groot probleem dat het altijd alleen maar mannen zijn. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar in dit onderzoek ook 9 mannen die met Wim op pad gingen. En wat bleek, van de 9 mannen die dit ook leerden, hadden 8 geen reactie op dat bacterie, terwijl de 9 in de controlegroep allemaal wel reageerden. Nou, waarom is dit zo interessant? Op het moment dat je met een combinatie van ademhalingsoefeningen, dat je met een combinatie van koude training dat lichaam zo kunt trainen, dat je je eigen autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden, dan heb je natuurlijk een hele riedel aan klachten waar je wat mee kunt. En dan heb ik het nog niet eens alleen over de auto-immuunziektes, dan heb ik het niet eens alleen over Crohn, over reuma, maar dan heb ik het over elke ziekte waarbij die hoge ontstekingsgraad in dat lichaam een probleem is. En dan heb ik het ook natuurlijk over ziektes waarbij een overdosis aan stress een prominente rol speelt. Want een gemene deler van alle welvaartsziekten waar stress een rol bij speelt, is dat op een gegeven moment dat lichaam continu aanstaat. En dat die orthosympathicus, dat gaspedaal, de hele tijd maar doorjakkert. En dat die parasympathicus, het ontspanningsstuk, niet meer afdoende meedoet. En op het moment dus dat je dat kunt beïnvloeden zelf, dan is dat natuurlijk goud waard. En dan kun je daar ongelooflijk veel mee. Nou, behalve die wetenschappers die hier nu mee bezig zijn, zie je dat het helemaal interessant wordt als biochemicus Pierre Capel erna gaat kijken. En nu ga ik kort iets vertellen over iets wat ik zelf totaal niet begrijp. Dus in het vragenrondje straks, please, vraag hier niks over, want ik snap het ook niet. Maar voor mensen die slimmer zijn dan ik, die meer belezen zijn dan ik, wil ik het wel even meegeven dat dit stuk ook onderzocht wordt en dat dit stuk ook meespeelt. En voor mensen die er net zo weinig van begrijpen als ik, is het wel iets om bij stil te staan dat het zo diep kan gaan als wat hier staat en hier gebeurt. Want wat staat hier? Biochemicus Pierre Capel die bekeek die onderzoeken vanuit het radboud. En die zegt, joh, het lijkt erop dat de eiwitten IL-6 en IL-10 een prominente plek hebben in wat daar fysiologisch gebeurt. En op het moment dat die eiwitten daar echt een rol in spelen, dan is waarschijnlijk het verhaal dat we ingrijpen op NF-kappa-B. En wat is NF-kappa-B, heb ik mij laten vertellen. Het is een transcriptiefactor op je DNA die invloed heeft op alle ziektes die hierachter staan. Wat is een transcriptiefactor in dat DNA? Het is zo dat het DNA is overal in je lichaam hetzelfde. Dus het DNA van je tand is hetzelfde als het DNA van je haar. Toch zal je tand nooit je haar worden en kan je haar nooit zo hard worden als je tand. Hoe komt dat? Omdat in dat DNA bepaalde schakelaartjes aan kunnen staan en bepaalde schakelaartjes uit kunnen staan. Nou, en zoals er schakelaartjes zijn die in je haar nooit aan kunnen staan, die bij je tand wel aanstaan, zo zie je dat er schakelaartjes zijn die nooit aan of uit kunnen. Dat staat gewoon vast. Maar er zijn heel veel schakelaartjes die wel aan of uit gaan, afhankelijk van je gedrag. Dus op het moment dat jij 's avonds thuis komt en je gaat met een zak chips en een flesje bier op de bank zitten, gebeurt daar iets anders bij die transcriptiefactoren dan als je besluit om in een korte broek bij -2 een rondje te gaan hardlopen en een flesje water te drinken. Nou, en wat erop lijkt, is dat door die extreme kou mee te nemen als onderdeel van een dagelijkse routine, dat NF-kappa-B daar extreem vrolijk van wordt en alle schakelaartjes waar jij vrolijk van wordt aanzet en alle schakelaartjes die jouw gezondheid schade aanrichten, uitzet. En dat is natuurlijk nogal wat. En ik wilde dit meegeven, ook zonder dat ik het zelf begrijp. Want ik denk wel dat dit iets is wat
interessant is en wat mensen die met kou aan de gang gaan wel allemaal zelf ervaren. Namelijk dat er in dat lichaam ongelooflijk veel gebeurt, waar je zelf met je denken helemaal niet bij kan. Want op het moment dat je gaat denken, dan ga je ook analyseren, dan probeer je te duiden, dan ga je de woorden voorzoeken. En ik denk dat wat er met die kou gebeurt, dat wat het krachtig is, dat je voorbij dat denken komt en dat dat lichaam dan zo'n extreem slimme, mooie combinatie is van 100.000 miljard cellen, die zelf echt een hoop weten wat wij met ons verstand niet weten. En voorbij dat denken komen, dat is een heel gunstig bijeffect van koude training. Want op het moment dat je met kou aan de gang gaat, stopt het denken bijna vanzelf. Ik bedoel, ik ben fan van ademhalingsoefeningen, van ontspanningsoefeningen, om te ontspannen op momenten dat het mij uitkomt. Maar als ik een ademhalingsoefening doe en ik pieker over iets, dan kan ik prima een ademhalingsoefening doen en blijven piekeren tegelijkertijd. Nou, ik kan je beloven, als je in een ijsbad stapt, dat niets in jouw lijf denkt, oh, wie had ik nou ook weer beloofd om nog een mailtje te sturen? Nee, dat is helemaal weg. En dat lichaam, dat komt met zoveel kracht binnen. Dat is echt bijzonder om te ervaren wat er dan boven komt. En wat daar gebeurt. Ik wil 1 minuut een eenvoudige oefening met jullie doen. En die oefening is als volgt. Je observeert je ademhaling in het driehoekige gebied. Dat begint tussen je neus en dan je neusvleugels bestrijkt en dan het gebied boven je bovenlip. Er zijn mensen die worden zo zenuwachtig van 1 minuut stilte, die gaan meteen weg. Voor degene die blijft zitten. Dus we gaan 1 minuutje niet doen, alleen maar observeren. Wat gebeurt er met je ademhaling in dit driehoekige gebied? 1 minuutje. Ja. Ja. Wie vond dat prettig? Om even 1 minuutje te observeren. Wie begrijpt helemaal het nut er niet van? Om dat te doen. Wie had er in die minuut gedachtes? Dus op een gegeven moment de instructie is, of we zitten hier met een groepje, we gaan onze ademhaling observeren in dit gebied. Maar ergens in die minuut popt er een gedachte op. En wie bepaalde waar jij aan ging denken? Ik of jijzelf? Haha, zo. Ja, oké. Ik ben schuldig. Hij heeft een heel toegankelijk boek geschreven.
vraag. Ja. En ik denk dat zal ik dus gaan zeggen. Ja. Die ja. Mooi. Ja. Ja. Maar dit is wel een interessante natuurlijk, want op een gegeven moment je hebt als opdracht om je ademhaling te observeren. Dat was maar 1 minuutje. En toch lukt het niet om dat gewoon 1 minuut alleen maar dat te doen. Ergens in die minuut plopt er een gedachte op. En het is niet dat je dat besluit. Het is niet dat je op een gegeven moment zegt van joh, deze oefening is mij toch te saai. Ik stop even met deze oefening doen en ik ga aan Pierre Capel denken. Dat is niet een besluit. Het popt op. En ja, als iemand mij 10 jaar geleden had gevraagd van joh, wie bepaalt wat je denkt? En ik zeg, ja, dat bepaal ik toch zelf, wel wie anders. Maar toen ik 10 dagen ging mediteren, ik had me een beetje impulsief aangemeld voor een 10-daagse meditatiecursus, waarbij je 10 dagen niet leest, niet schrijft, niet praat. En 11 uur per dag gaat zitten en mediteren. En de eerste dag werd ik helemaal gek. En van de pijn aan mijn knie. En van de pijn aan mijn rug, maar ook van die gedachtes. En de instructie die wij kregen op dag 1 was dit. Observeer je ademhaling in het driehoekige gebied. Oké, nu weet je genoeg, dat ga je de komende 11 uur doen. Succes. Dus in plaats van 1 minuut was dat wat je deed. En aan de ene kant was het 1 lange lijdensweg. Aan de andere kant zo extreem leerzaam, dat je inderdaad gaat merken van joh, die gedachtes en die emoties, het is een continue stroom, het houdt nooit op. Op een gegeven moment merk je ook dat je de gedachtes niet bent. Dat je er niet naar hoeft te gaan handelen. Dat je het kunt observeren, ah, daar zitten die gedachtes, maar daar is die ademhaling. En we zijn wel geneigd om onze gedachtes natuurlijk hoger in te schatten dan onze ademhaling. Of dan andere dingen die er in ons lijf gebeuren. Maar het is wel interessant om eens te kijken wat we dan denken en of die gedachten wel alle lof verdienen dat we daar zo aan hechten en aan die andere dingen niet. En ik kreeg laatst de vraag van joh, jij zit in ijsbaden en je gaat 10 dagen dan mediteren om dat te doen. Is dat niet allemaal wat overdreven? En ik was even stil, want ja, eigenlijk is het natuurlijk overdreven gedoe. Ik bedoel, waarom zou je in een ijsbad gaan zitten? Als je gewoon comfortabel een kopje thee kunt drinken op de bank kunt gaan zitten. Maar ik heb daarover nagedacht en met haar gepraat. En ik denk wel echt dat zoals wij hier nu zitten, dat wat de norm is, als we niet opletten, dat we de hele dag door in behagelijk warme ruimtes zitten, dat we helemaal niet meer hoeven te bewegen om aan ons eten te komen, dat het heel makkelijk is om de hele dag door ons brein vol te stoppen met spannende, opgewekte, bloederige, verdrietige, mooie beelden, wat de hele dag door maar binnenkomt, dat wat eigenlijk heel normaal is en op korte termijn comfortabel lijkt, dat dat best absurd is als je gaat kijken naar wat ons lichaam allemaal kan en wat dat allemaal doet. Dus om daarin toch ook op zoek te gaan naar extreme, om af en toe uit die comfortzone te komen en dat lijf echt flink te prikkelen, denk ik dat het zeer waardevol is. In relatie tot ons DNA, tot ons brein, tot de doorbloeding, tot ons lijf. Dus ik hoop, want normaal gesproken als ik dit zeg, dan zeg ik, joh, je kunt koud gaan douchen of probeer eens wat uit. Vandaag is het feest, want vandaag kan ik gewoon zeggen, joh, om 4 uur straks staat er meteen een ijsbad voor je klaar. Nou, wat wil je nog meer? Dus Ruben die net wegging, die ging zijn ijsbad klaarzetten. Dus ik hoop jullie straks om 4 uur bij Ruben te zien en te ervaren wat hij koud doet door in dat ijsbad te zitten. Wie van jullie gaat zo mee om 4 uur? Dan
wil ik jullie nu hartelijk danken voor de aandacht zover. En dan gaan we nu een vragenrondje doen. Super. Dankjewel. Leuk, mooi, interessant om dit ook van deze kant te horen. Er zijn ongetwijfeld vragen. Ik zag bij jou een vingertje omhoog gaan. Is hier nog je vraag? Ik dacht, hè, omdat wat jij vertelde over dat datgene wat je doet, hè, of je nou dat rondje ging hardlopen en daarna een glas water dronk, of je zit op de bank en je at een zak chips, hè, dat het iets doet met de expressie van je genen, wat volgens mij dan epigenetica heet. Maar datzelfde effect hebben soms ook de manier waarop je denkt. En dat kun je natuurlijk deels ook sturen. Hè, je kan best zelf bepalen van als ik nu zeg, denk allemaal aan een rode roos, dan lukt dat best. En zo kan je jezelf natuurlijk op andere manieren opdrachten geven van ik wil mijn focus leggen op een bepaalde soort gedachtes. En ook als je die zo positief mogelijk soms maakt, kan je ook daarin die genexpressie beïnvloeden. Ja. Dus dat wou ik zeggen. Mooie aanvulling, dankjewel. Ja. Mooi, dankjewel. Hey, zou ik dus veel, professor Dr. Pierre Capel heeft een heel mooi boek geschreven. Ook erover, daar, waar dit ook uitgebreid in staat. Het emotionele DNA heet dat boek. Koen, is een koude training, is die voor iedereen toegankelijk? Of zijn er ook echt mensen waarvan je zegt, niet aan beginnen? Nou, ik ben daar zelf altijd heel makkelijk in. Dat ik geloof sowieso nooit dat iets voor iedereen is. En ik geloof ook dat je lichaam zelf echt wel op een gegeven moment goed weet van, joh, is dit wijs of niet? Er zijn mensen met de ziekte van Raynaud, waar de meningen zeer over verdeeld zijn of die juist wel met koude training aan de gang moeten gaan of niet. Verder heb ik veel cardiologen gesproken, veel artsen gesproken. Er zit een huisarts hier in de zaal die straks hier ook nog over gaat vertellen. En corrigeer me als ik nu iets zeg waarvan jij zegt, joh, zeg iets anders, maar... Dat ik denk van joh, in beginsel is het goed voor iedereen om te ervaren wat die kou doet. En als je daar 2-3 weken met aandacht, toewijding, discipline, enthousiasme wat mee hebt gedaan. En je denkt dan, joh, dit blijft zo vervelend, ik blijf zo koud, ik vind dit zo frustrerend, ik krijg echt veel weerstand tegen. Doe het dan niet, dan is het moment nog niet. Maar als je na 2-3 weken merkt, joh, verrek, dit voelt zo goed. Dit is zo aangenaam, ik krijg hier zo'n energieboost van. Ja, dan is het mooi om het te kunnen omarmen. En er wat mee te doen. Mijn vraag ligt in het verlengde, misschien antwoord net. Hoe kijk je aan tussen de relatie koud, extreme koud en verkoudheid en griep? Ja. Ja, wat die relatie precies is, geen idee. Het is wel zo dat ongelooflijk veel mensen die met koude training aan de gang gaan, merken op dat ze eigenlijk niet meer ziek worden. Dus je ziet dat het voor om je weerstand te verhogen, dat het enorm veel lijkt te doen. Maar hoe dat precies werkt, geen idee. Maar als je zegt, joh, ik ben regelmatig ziek, dan lijkt dat wel een aanbeveling om serieus met die kou aan de gang te gaan. Want je wordt niet ziek van kou, maar het is juist een hele goede manier om die weerstand te verhogen en je te behoeden voor ziekte. Uittesten dus zo. En rustig aan beginnen. Sorry? En rustig aan beginnen. Rustig aan beginnen en gewoon doen. Van Geert, die van de VU, die dat naar aanleiding van Wim ook organiseerde onder vrijwilligers, die dan bereid waren in de wintermaanden koud te gaan douchen. En dan begin je met 5 seconden en dan eindigen met 3 minuten in mijn geval. Maar dan
daar is ook echt wel aangetoond dat je minder gevoelig bent voor onbalans die van buiten aangereikt wordt. En feitelijk geldt dat voor veel meer dingen. En in ons leventje van genot en gemak worden we steeds smaller in de kwaliteit van je immuunsysteem. En het spectrum is sterk teruggebracht. En dat heb je zelf net ook al gezegd. Dus zelfs met Renault, mits goed begeleid. Want in het begin zeiden ze ook Ruima, dat kan helemaal niet. Want Ruima, die mensen slaan dicht. Maar nu is het alweer anders bewezen. Dan kan ook dat. Ja. Ja. Mooi. Dat onderzoek trouwens, was wel grappig. Even kort iets over zeggen, want wij waren betrokken bij dat onderzoek. En er was inderdaad Geert Buijsen van de VU, die wilde dat gaan onderzoeken. En je hebt natuurlijk dan om onderzoek te doen, heb je mensen nodig die bereid zijn om koud af te gaan douchen. En we hadden toen, om tamtam te maken en proefpersonen voor dat onderzoek te krijgen, had hij mij gevraagd om wat tamtam te maken op sportrusten.nl en op wat sociale media en zo. En toen hadden we in no time, in anderhalf uur tijd, hadden we 2000 deelnemers. En hij zei, wauw, 2000 deelnemers. Nou, als onderzoeker natuurlijk een feest. Van, joh, zoveel mensen, dit gaat hartstikke goed. En wat gebeurde er toen? Toen kwamen er vier groepen uit. 30 seconden groep. 60 seconden groep, 90 seconden groep en de controlegroep. En toen begon de ellende. Want al die mensen die in die controlegroep zaten, die zeiden, ja, dan doe ik niet mee. Ik wil koud douchen. Dus de controlegroep moest echt veel mailtjes gestuurd. Alsjeblieft, wacht nog één maand dan met koud douchen. Nee, maar je zit in de controlegroep, we hebben die controlegroep echt nodig. Maar echt niemand wou in die controlegroep zitten. Want ik dacht, ja, maar nu heb ik me voorgenomen om koud te gaan douchen. Het was een loting, ja. Maar mensen die dus door die loting in die controlegroep zaten, die werden boos. Die zeiden, nee, dan doe ik niet meer mee. Koen, we gaan richting afsluiting. Stel nou dat wij allemaal helemaal niks weten van kou en leefstijldingetjes. En je zou ons één heel concreet advies kunnen meegeven voor thuis. Wat zou het zijn? De eerstvolgende keer dat je doucht, douche gewoon warm wat je altijd doet. En aan het eind van de douchesessie zet gewoon de warme kraan helemaal uit. Geheid dat je dit gaat doen. En onthoud dan één ding, doe het, blijf staan. Adem langer uit. Dus in plaats van dat die ademhaling het overneemt, dat die stressrespons aangaat, gewoon, ja, die douche is koud. Jij hoeft maar één ding te doen. En het is wonderlijk, maar het moment dat het lukt om rustig te ademen onder die koude douche, is die koude douche minder koud. Koen de Jong, dankjewel.